Oh. Dit hebben we nog niet zo vaak meegemaakt, hè? Nee, wat heerlijk. De rust in deze prachtige Martinikerk. Ja, de grote kerk van Doesburg. Terwijl daar buiten, daar zit wel zo'n muur tussen, ja, het helemaal los gaat zo meteen. Ja, echt, iedereen zit al op het puntje van zijn stoel, want ja, ze hebben er zin in hier, hoor. In ja. Doesburg. Wat is dit dan? Hallo! Hallo! Joe! Wilt u daar even mee stoppen? Pardon? God, wat is dit nou weer? Willy! Wat moet jij daar? Ga naar je hok! Naar je hok opschieten! We gaan beginnen, man! Welkom bij Zomer in Gelderland. Tot zo. Dit is Zomer in Gelderland. 15 plaatsen strijden om die ene titel, mooiste plaats van Gelderland. Naberschap en saamhorigheid, daar draait het om. Vandaag zijn we in Hansestad Doesburg aan de IJssel. Bekend van de mosterd met de oudste horecagelegenheid van Nederland, De Waag. Doesburg, al langer een stad dan Amsterdam. Bij Zomer in Gelderland. Nou ja, en zomer is het wel, want het zonnetje schijnt heerlijk hier naast de Martinikerk in Doesburg. Ja, en wat fijn dat we hier in Doesburg zijn. Het is al heel lang geleden dat we hier waren. 2012. Ja, en wat leuk ook dat we een keer in een stad zijn, want dat doen we niet zo vaak, hè? Nee, we zijn er maar 3 keer deze serie in een stad. En vandaag is Doesburg aan de beurt als tweede. En misschien gaan zij vanavond wel de nummer 1 positie afpakken van Gelselaar. Ja. We reizen 3 weken lang de provincie door op zoek bij 15 plaatsen die kans maken op die bijzondere titel. Ze kunnen daarmee euro's verdienen voor hun eigen goede doel. Maar ja, die euro's die krijgen ze niet zomaar in hun schoot geworpen. Nee, zeker niet. We moeten daar een paar opdrachten voor doen. Eén van die opdrachten is natuurlijk weer de ouderwetse decoropdracht. Maak iets bijzonders dat te maken heeft met de geschiedenis van jouw plaats. Nou, hier in Doesburg zijn ze daar vandaag flink achter gekomen wat het is. Zeker. De aanzichtkaart, u heeft hem misschien gisteren ook al gezien. Een aanzichtkaart met 3 foto's van bekende toeristische spots. Hier in Doesburg gaan we straks 2 teamgenoten op pad sturen om foto's te maken. De quiz gaan we natuurlijk weer spelen. Een leuke quiz die we gaan spelen met de rest van het team. Waar heel veel geld mee te verdienen is. Voor het goede doel dus. En natuurlijk, hij staat lekker in het zonnetje daar weer. Opgepoetst en al door jou toch? Ja, zeker. Vanochtend. Per millimeter. De stormbaan. Ja. En die stormbaan, ja, dat blijft spektakel. Want we hebben gisteren gezien dat het niet maar eventjes eroverheen gaan is. Want ten eerste moet je ook nog wel klimmen. En ten tweede is er een tegenstander. Namelijk het uitteam. En dat komt vandaag uit Pommerden. Kijk eens even, daar zijn ze. Hey! En die zijn met... Oh. Die nemen meteen even over hier. De spanning stijgt alweer. Nou, Pannen is er klaar voor. Binnenkort bij jullie. Vandaag zijn we in Doesburg. En ik denk dat het hoog tijd wordt om te beginnen met die opdrachten. Maar niet voordat wij gaan naar de stem van de jury. Zit hij inmiddels in zijn hok? Is die aanbeland? Ja, de stormbaan. En als het goed is, zit hij eindelijk weer op zijn plek. Willy Oosterhuis! Ja, de stormbaan, dat is straks pas. Maar kijk eens naar die hele mooie tribune. Sport, cultuur. Kijk hiervoor aan de mooiste meisjes van Doesburg. De Meulenvelders, folkloristische dansgroep. 73 jaar oud. En daarachter, Doesburgse smartlappen. Die kunnen zingen. Maar het gaat vandaag allemaal om een nieuw gebouw voor de muziekvereniging. De voormalige schutterij. Kijk, dat is Doesburg. Niet alleen maar mosterd, maar het bruist en het leeft. Het is fantastisch in Doesburg. Wauw. Erik, hallo. Dat moet jij toch trots maken als je dit allemaal ziet in jouw stadje. Zeker weten, zeker weten. Nou, en jij bent teamcaptain. Ja. Hoe bevalt die rol jou vandaag? Tot vanmorgen 12 uur niet. En na 12 uur ging het goed. Leg eens even uit. Nou, moeten we dat zeggen dan? Ja, zeker moeten wij dat zeggen. Op het begin liep het allemaal niet zo soepeltjes. Maar wat dan niet? Nou, het decor onder andere. Maar dankzij de vele hulpjes en het team is het geworden wat het nu is. Maar, ja, dat vind ik zeker een applaus waard.
jij zegt, het was nog niet zoveel. Maar beschrijf even wat jij straks tegen mij zei. Want jij zei, ik kwam hier om 12 uur en ik zag alleen maar een paar planken. Want de EHBO heeft me weggehaald. Maar, het was alleen maar planken. En in mijn ogen schoot het niet op. Maar ja, ik mocht alleen maar delegeren. Ja. Een beetje. En, achter jou, gelukkig doe je het niet alleen. Achter jou staat een team van 10. Geef ze even een groot applaus. Daarmee ga jij het vandaag doen. Wat voor mensen zitten er in het team? Verschillende Doesburgers. Mensen van de rivalen, van de korfbalvereniging. Mensen van de muziekvereniging. Iemand van het museum, jong en oud. Dus, heel veel gemixte mensen dus in dit team. Dat moet wat goeds betekenen voor de rest van de uitzending. We spelen natuurlijk wel voor iets, voor jullie goede doel. Wat is dat vandaag? We zijn bezig voor, we moeten een ander clubgebouw hebben. En je moet ergens beginnen. Dus we beginnen vandaag hier. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk, wie is we? Dan gaat het over de? De muziekvereniging van Marius Schutterij, die zit daar. Dus we zoeken eigenlijk het eerste begin voor nieuwe huisvesting. Ja, ziet me zo. Nou, we gaan niet langer wachten met die euro's binnenslepen. Frank, jij staat bij de eerste duo. Ja, het duo dat de eerste euro's kan binnenhalen, want dat is belangrijk, dames. Jullie gaan het doen, Lisanne en Sandra. Die gaan de aanzichtkaart vullen. Klein beetje idee wat jullie moeten doen. Nee. Oh jee, zal ik het kort even uitleggen? We sturen jullie op pad. Oh, fijn. Jullie moeten 3 foto's maken. Daar moet je zelf ook op staan. Die moet je naar ons toesturen. En je moet voor het einde van de uitzending terug zijn op dit plein. En dan gaan we kijken of de aanzichtkaart, zoals we die wel kennen, hè, de groeten uit Doesburg, of de aanzichtkaart compleet is. Maar ja, je moet niet helemaal een fotootje van jezelf maken. Je moet ook aan de slag. Ah. Waar denk je dat we jullie heen gaan sturen? Naar de Waag, denk ik. Ik denk naar de Waag. Naar de Waag. Ja. Zit hier achter, toch? Ja, daarom. Ja. Nou, zullen we eens even kijken. Even kijken hoe die foto eruit zag. Zo zag het er gisteren uit in Gelselaar. Kijk, groeten uit. Nou, 3 fotootjes moeten doen zijn, toch? Ik wil een foto zien van jullie tweeën. Met een appeltaart in de hand en slagroom daarop. Voor de Waag. Oh, want die staat bekend om de appeltaart in de regio. Dan een foto in zwemkleding voor een van jullie 4 startsporten. Wat die reactie. Let op, hè, de laatste foto. Een foto met een pot Doesburgse mosterd. Die staat in aanslag. In de hand voor het Mosterdmuseum. Ook okay, grappig. Ja, helemaal goed. Ja. Een van de poorten, zwemkleding. Okay. Zwemkleding gaat lukken. Okay. Dames, jullie hebben een mooi voertuig klaarstaan. Dat doen we natuurlijk elke keer. Een zijspan crossmotorachtig ding. Ja. Goed, ik zou zeggen, geen tijd te verliezen. Haken. Stuur ze op pad. Succes allemaal. Ja, terwijl deze kanjers de eerste euro's gaan binnenharken, is het team vandaag dus al druk in de weer geweest voor de decoropdracht. Om iets te maken van de geschiedenis dat te maken heeft met hun plaats. En dit was de opdracht van Doesburg. Erik, aan jou. Dit is de opdracht voor vandaag. Dankjewel. Maak hem open. Nou jongens, daar komt-ie. Hallo team Doesburg. Wisten jullie dat hier in Doesburg een beroemde ontdekkingsreiziger is geboren? Robert Jacob Gordon. In het publiek zien we verrekijkers en safarihoedjes. Oké. Nee, het pas benodigd hier nog. Dat jullie op ontdekkingsreis zijn. Marijke, kom even gezellig deze kant op. Want wij staan hier voor het prachtige decor. Ja, inderdaad. Dat mooi het gemaakt. Team van Doesburg gemaakt heeft. Prachtig. En er is een reden waarom wij hier staan. Hè? Want jij bent eigenlijk lid van een werkgroep. Helemaal goed. Die ontstaan is na de ontdekking van Robert Jacob Gordon. Ja,
En ik zou het fijn vinden als je hem gewoon op zijn Nederlands uit zou willen spreken. Ja, want Robert Jacob Gordon. Het is gewoon Robert Jacob Gordon. Inderdaad, 2010, boek verschenen van Luc Panhuizen getiteld Een Nederlander in de Wildernis. En wat wij met z'n allen hier in Doesburg en een paar uitgesloten niet wisten, was dat hij hier geboren is. Nou, ik kan me voorstellen als je dat hoort, dat je als Doesburg in één keer denkt, wat is dit nou? Ja, dat was het zeker. En dus snel naar het boek en bureau en het boek gehaald. Ja. En het is een fantastisch verhaal over een fantastisch mens. Ja, want hij was ontdekkingsreiziger, hè? Ja, hij is eigenlijk gegaan als voor de VOC. Als kapitein van de Kaapse kolonie. En dan hebben we het over Zuid-Afrika, Kaapstad zouden we nu zeggen. En hij heeft vervolgens, toen hij daar gevestigd was, heeft hij vermoedelijk ook van hogere heren de gelegenheid gekregen om een groot aantal reizen te maken en op plekken te komen waar nog nooit een Europeaan was geweest. Eigenlijk op zoek naar inheemse culturen, kunst misschien ook wel uit die hoek. Ja, en misschien was er ook wel de gedachte om daar een kolonie te vestigen in de binnenlanden. Maar inderdaad, zijn interesse ging uit naar de inheemse volkeren, waarvan hij ook de talen leerde. Hij had veel belangstelling voor in ieder geval planten, dieren en wat iets meer zei. En heeft ongelooflijk veel kaarten ook gemaakt. En dat komt dan eigenlijk gewoon uit Doesburg. Maar wat betekent dat nu voor de stad Doesburg dat dit ineens bekend geworden is? Dat zou je aan de mensen hier moeten vragen. Ik vind het vooral een voorbeeld van hoe iemand die we niet meer kennen, toch een statuur heeft. Ja, en jullie maken daar als Doesburg zijn er nu ook echt wel gebruik van. Jullie gaan dit verder onderzoeken met de hele werkgroep om uiteindelijk daar als stad zijnde nog meer mee te kunnen doen en trots op te kunnen zijn. Hè? Ook al is die op zijn 13e ook weer Doesburg uitgegaan. Ja, dat is waar. Maar hetgene waarom hij vooral op dit moment onze aandacht verdient, dat is vanwege de Gordon Atlas. Die ligt in het Rijksmuseum. En dat is een enorme verzameling van ongeveer 400 prenten die hij samen met een tekenaar heeft gemaakt. En wat gaan jullie daarmee doen? En het zou fantastisch zijn, en het is zeker een van de plannen, dat beelden te zien zijn als een krooncollectie in de Grote Kerk op een bepaald moment. Prachtig. Misschien hebben we het dan over een jaar. Misschien hangt het er in ieder geval wel. Maar het gaat gebeuren. Supermooi. Dank jullie wel en succes met jullie ontdekkingsreis naar Robert Jacob Gordon. Dank je, Lisan. Frank, hoeveel euro's is dit waard? Ja, er is maar één man die dat weet. En die zit hier naast mij in zijn eigen hok. Willy, en hallo. Die man is geraakt, Frank. Oh joh. Ja, de muziek. Ja. Het verhaal. Ja. Lady Margaret. Plant, dier en wat dies meer zei, werd verteld. Was dies meer zei, zijn natuurlijk vrouwen. Mm-hmm. Dit is zijn eigen vrouw, Margaret. Daarom Lady Margaret. Ik vond het afscheid van op de kade van een zeevaart. Ik vond het geweldig. Ik werd geraakt. Kijk ik naar het publiek. Ja. Waar zijn de kijkers? Waar zijn de kijkers? Laat de verrekijkers even zien. Waar zijn de safarihoedjes? Waar zijn de safarihoedjes? Ja. En dan, ik werd geraakt door het verhaal en geraakt door de tamboe maître, want dat is de man die... Willy, we zitten allemaal te wachten op die euro's. Gaat daarom? Ja, dan vind ik de uitvoering dan weer wat minder. Oh. En daar komt hij aan. 325 euro. 325 euro? Hallo, 325 euro, hè? Dat betekent dat de allereerste euro's voor Doesburg gewoon binnen zijn. Nou, dat vind ik al wel een hoogtepuntje, deze uitzending. We hebben over hoogtepunten gesproken, ja, Frank. Ja, ja. Jij bent ook op zoek gegaan naar wat pareltjes hier in deze stad, hè? Zeker, die heb ik ook gevonden. Oh, vertel eens. Ik heb ook euro's verdiend, Lisanne, vandaag. Euro's? Dat euro's doet toch verdiend. Alleen het team? Geen 325 euro. Dat was een klein beetje, maar kijk maar even mee hoe dat ging. Ik ben heel benieuwd nu. Hoogtepunt 1, Museum de Maurits. Een piepklein oorlogsmuseum. En heel veel mensen in Doesburg kennen dit niet eens. Ja, kijk, hier kom je bij de BSR parachutistenfiets. Deze hing aan de parachutes. Deze heb ik op de kop getikt hier in de buurt. En ben daarmee naar mijn vader gefietst als cadeau. Jos, dit is de privécollectie van jouw vader. Hoe is dit zo begonnen?
Hij is als 14-jarige jongen hier langs de IJssel lopend. Vind je wel eens een keer een helm of een stuk munitie uit de oorlog. En dan begin je daarvoor te interesseren. En zo is hij eigenlijk begonnen op een zolderkamertje. En uiteindelijk is het in 1987 is dit museum geopend. Helaas is jouw vader er niet meer. Hij is 1,5 jaar geleden plotseling overleden. Maar jullie willen dit echt behouden, toch? Ja, dus zo hebben we dat afgesproken. Dit moet bewaard blijven en we willen het graag voortzetten. Deze komt uit Doesburg, uit de Mauritskazerne, waar we naar vernoemd zijn. Het kledingmagazijn, die is geschonken hier aan het museum. Dus echt een uniek stukje Doesburg. Oké, het staat hier al best wel vol allemaal, Jos. Ja. Als ik om me heen kijk. Dat klopt zeker. Kun je nog spullen gebruiken? Zeker. Als je goed kijkt, zie je hier en daar nog wel een plekje waar wat bij kan. Dus heel goed kijken, hè? Mocht er wat zijn nog, kom gerust langs. Ze kunnen het komen brengen. Ja, zeker. Mooi. Top. Een ander hoogtepunt, dat is Museumtuin het Olderras. Ze hebben hier meer dan 1500 soorten appels, peren, kersen en pruimen. Opeten en plukken, dat mag niet. Maar voor een rondleiding ben je altijd welkom. Rijden, Frits. Het laatste hoogtepunt hier is het draaiorgel, Erika. Start hem maar, Frans. Dit is jouw trots toch, Frans? Ja, zeker weten. Ja, al jaren, eigenlijk vanaf mijn 5e, zo'n beetje kom ik hier in Doesburg. Altijd bij het orgel. Ik heb de hobby meegekregen van mijn vader. Hey, en nu heb je hem zelf? Ja. Na het overlijden van de vorige eigenaar heb ik gezegd tegen de familie van... Ja, ik wil dit orgel wel overnemen om het hier in Doesburg te houden. En dat het gewoon er blijft. Wat is er nou zo bijzonder aan Erika? Het is gewoon een heel erg lekker orgeltje. het speelt gewoon altijd leuk en gezellig. Ja. Maar mag ik dat eens doen, dat met de hand tuurlijk draaien? Mag dat. Ja, tuurlijk. Dat is een goed idee. Kom hier met die handen. De opbrengst van de dag. Dat heb je snel gedaan, dank je. Zet jij nog een nummertje in? Ik zal nog even wat bekend wat voor heb je doen. Van de Beatles. Ah, Can't leuk. Can't Buy Me Love. De Beatles, altijd goed. Hey, hoe voelt dat nou, zo'n lekker orgeltje? Ja, dat was een lekker orgeltje. Hè? En hoeveel euro heb jij nou verdiend? Nou, daar kan hij niet mee onderhouden hoor. Nee. Oh, wacht even. Hier worden wel euro's verdiend, Dit is het fototoestelgeluid. Dat betekent dat de foto binnen is, als het goed is. Ik ben wel heel benieuwd, staat hij niet zwemkleding? Ik ben heel benieuwd. Of? Kunnen we iets zien van een foto? Oh! Daar zitten ze, bij de waag. Ja, foto 1 is binnen. Ik hoop dat ze die appeltaart mee hier naartoe nemen. Lekker man. Twee foto's te gaan nog. Ja, twee foto's te gaan en nog heel veel euro's te verdienen. Ondertussen gaan wij iets anders doen. Wij gaan het leuke quizspelletje spelen. Het Zomer in Gelderland quizje. En dat zijn eigenlijk heel simpel. 3 vragen, 3 antwoorden A, B of C. En als je het zeker weet, dan ga je met je hele club van 8... op 1 antwoord staan. Weet je het niet zeker? Kun je lekker verdelen. En dan hou je toch op euro's toch binnen. Hopelijk nog wat euro's. 10 euro per persoon op het goede antwoord. En 3 vragen. Lisanne. Zeker. Ach, dan staat het 10 van 10 klaar, hoop ik. Ja. Oké. Het publiek mag natuurlijk helpen met onder andere de eerste vraag. 20 seconden de tijd, hè? Om je antwoord te bepalen. 20 seconden. En die gaan snel voorbij, weten we sinds gisteren. De eerste vraag gaat over de geschiedenis van onze prachtige provincie Gelderland. En wie kunnen we daar beter voor vragen dan onze eigen ridders van Gelre? Onze bewakers eigenlijk van de Gelderse historie. Gelderse leeuw. Gelderland heeft de mooiste dierentuin van Nederland, dat weten we allemaal. Ja, Burgerzoo in Arnhem. Ja, maar waar is dat nou ontstaan, het Burgerzoo? In 1913. Was het A in Terborg, B in Doetinchem of C in Serenberg? Serenberg. Ja. Oké, je tijd gaat nu in. Kom maar. Ja. Oh. Het is zo simpel, die vraag. Nee. Of gaan ze nu ongelooflijk mist in? Als het niet goed is, heb je niks, hè? Ja, het komt helemaal goed. Zeker weten? Zeker weten. Rosalie? Wist u dat zo zeker? Lisanne, oma woont daar, zegt ze. Oh, ja. Nou, en als het nou mis is, dan heeft oma een groot probleem, denk ik. Nou, er zijn nog restanten bij het klooster, bij het Patersklooster. En die zie je daar nog in de tuin. Oké. Zullen we kijken of het antwoord goed is? Ja. Ja. Kom maar. Het goede antwoord luidt C. Serenberg. Nou, jullie mogen terug naar de startblokken.
80 euro dat verdient maar liefst. Stik lekker aan zo. We gaan door naar vraag 2. Eens kijken of die ook zo goed gaat. Dat is een zomerse vraag. Een heerlijke, lekkere vraag over iets zomers. Ja. Nou ja, waar gaan we het dan over hebben? Over het weer natuurlijk, want dat hebben we het altijd over in de zomer. Gisteren hoorden we al dat de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland in 2019 40,7 graden was. Maar in datzelfde jaar, let op, dachten ze dat er ook nog een record gesneuveld was in Gelderland. Maar het KNMI vertrouwde de meting niet helemaal van het weerstation. Om welk weerstation gaat het? Welk weerstation zei dat het maar liefst 42 graden nog wat was? Is dat A, Terlet, B, het weerstation Delen of C, het weerstation in Teugen? Doe maar! Jullie nemen wel een risico hoor. Pardon. Hoe weet je dit zo zeker? Het nieuws gevolgd. Het nieuws gevolgd? Ja. Sia, het heeft wel natuurlijk. Nou ja, ik ben helemaal onder de indruk. Jullie gaan wel voor de maximale score. Ik ook. Nou ja, de enige die het antwoord weet is Willy. Willy, hebben ze het helemaal goed? In Doesburg weten ze waar je de mosterd haalt. Alles goed. Weer 80 euro en meer. In Delen. Oh, lekker bezig team. Nou, jullie gaan er weer terug naar je honk. Heel netjes. De laatste vraag. De laatste vraag. En dat is een vraag waarbij we even gaan buurten. Want ja, ik zei gisteren al, er wordt altijd wel lekker wat afgekletst in die dorpen over elkaar. Ja. We vinden ons eigen dorp toch altijd het leukste. Maar zou je dan hier naartoe gaan? Nou. Stad, stad. Ik word hier stad. Bijna van het plein afgestuurd dat ik dorp zei. Ja, maar ik bedoel natuurlijk de stad Doesburg. Maar in het dorp. Maar in het dorp wordt er gepraat over de stad. En vandaag zijn we gaan kijken, wat denkt Angerlo van Doesburg? Oeh. Als ik zeg Doesburg, wat zegt u dan? Doesburg, een naastgelegen stad, stadje. Een mooie plaats, mooie huizen, zeg maar. Echt oud en allerlei kleurtjes van huizen. Heel gezellige binnenstad waar je lekker kunt eten. Altijd gezellig. Waar de mensen nog heel belangrijk zijn. Als ik zeg Doesburg, wat zegt u dan? Dan zeg ik Hansestad en mosterd. Daar is Doesburg voor mij onbekend. Kunst en cultuur. Hansestad. Ah. Mooie Hansestad. Prachtig oude binnenstad. Als ik zeg Doesburg, wat zegt u dan? Oeh. Ja, ze snap je het principe al. Ja. Wat zegt hij dan? Zegt hij A, het is een toeristisch plaatsje met veel campings wel? Is het B, een oude stad met prachtige gebouwen? Of is het C, het lijkt heel oud, maar eigenlijk is het heel modern hier. Oeh, nou. Die tijd gaat nu in. Oeh, volgens mij gaan ze nu spitsen, ja, Frank. Kijk, het wordt tactisch gespeeld. Hier wordt tactisch gespeeld, toch, vandaag? Ja, zeker. Durven we die toch niet aan? Nee, deze niet en deze is op de bak. Nou, we gaan het zien. Waarom denk jij aan? Ja, dat is gewoon een beetje gokken wat we doen. Oké. Nou, laten we zien of het gelukt is. Nou, jullie hebben in ieder geval euro's verdiend. Dat is een ding wat zeker is. En ja, wie kunnen we beter het juiste antwoord laten geven dan deze meneer zelf? Als ik zeg Doesburg, wat zegt u dan? Nou, ik zou zeggen een heel toeristisch plaatsje eigenlijk. Want er zijn veel campings in de buurt, weet je niet. En dat trekt Doesburg altijd aan. Antwoord A is het juiste antwoord. Dus dat betekent hier in ieder geval nog 20 euro. Maar ja. Willy, jij weet wat ze in totaal verdiend hebben. Twee keer helemaal goed en één keer twee slechts. Dat is met elkaar 180 euro. Ja, en ondertussen, loop even mee, hebben wij een hele hoop bijzondere mensen op de tribune. Kijk. Oh, God, Willy, zijn ze weer aan het... Ja, dan moet ik toch... Jongen, Frank, dan moet ik toch die 2,20 euro van het draaiorgel van jou erbij doen. Die komen erbij op 2,20 euro. En dan zul je zien, aan het eind van de zomer maakt dat het verschil. Ik ben benieuwd wat jij nog meer voorgeschoteld krijgt de komende weken. Goed, ondertussen heb ik gezien dat er een aantal hele bijzondere mensen op deze stadstribune zitten. Oeh, ik begeef me op glad ijs, hè? En de eerste die zit hier, dat is de burgemeester. Ik ga even staan. Ja, komt u even bij zijn. Nou, dat vind ik wel. Loes van der Meijs, je bent burgemeester van Doesburg. Klopt. Ja, wat vindt u er nou van wat hier vandaag gebeurt? Ja, weet je, ik vind het eigenlijk niet zo bijzonder. Want als er iets is, dan gaat heel Doesburg ervoor. En dat doen ze vandaag ook. Dus ik ben wel heel trots weer op de stad. Nou, wat geweldig.
achter u zitten ook bijzondere mannen met een flinke hoorn in de hand, hè? Wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Ja, dat is heel verrassend, hè? Maar het is midden in de zomer waar ze de midwinterhoorngroep uit Doesburg. Maar jullie zijn met veel. Ja, en er zijn er nog veel meer, dus dit is nog niet eens de hele club. Nou, snap je wel dat ik ook wel even iets wil horen, hè? Ja, dat is natuurlijk normaal gesproken, dan doen we dat alleen de adventsperiode. Dus blazen we in de winterperiode, maar voor deze gelegenheid mogen we een kleine demonstratie geven. Want normaal mag dat eigenlijk niet. Normaal mag dat niet, dat is cultureel erfgoed. Ze zijn heel streng. Maar voor vandaag, doen we dat wel even. Dus er is vast wel een collega die even wil blazen. Oh, daar houden we van, hè? Een beetje op het randje. Is dit nodig? Nou. Daar komt wel geluid uit. Frank, waar zit jij op de tribune? Ja, ik zit hier helemaal vooraan, Lisanne. Ja, je ziet me bijna. Oh, ja, 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 je schrukt ervan, hè? Oh, jij hebt weer eten. Wat is dit voor oneerlijk? Ja, ik heb weer eten. Ja, ik zit namelijk naast de allerlekkerste mosterdsoep van 2022. En dat is altijd een verkiezing. En Fleur van Dalen, deze soep is van jou, hè? Zeker. Dat is de lekkerste soep gemaakt door Martijn van Dalen. Ja, nou, dan hoor ik dat het van jouw eigen lunch... Daar komt een foto binnen, volgens mij. Volgens mij komt er een foto binnen, inderdaad. Laten we heel even kijken, is die foto ergens... zien we die al ergens? Ik hoor dat er een foto binnen is. Ja, ja! Daar staan ze! Nog eentje. Oh, geweldig. Is het wel badkleding? Ja, hè? Goed zo. Dat laten we aan Willy over of dat goed is of niet. Hé, maar Fleur, dit is de lekkerste mosterdsoep uit jouw eigen lunchroom. Ja. Hoe komt die zo lekker? Dus... Dat is het geheim van de smid, van de kok. Ja, maar dan vind ik het grappig. Dan denk ik, jouw lunchroom. En dan zeg je, wie heeft het gemaakt? Ja, nee, ik niet. Nee, ik niet. Die zit hier aan de andere kant van mij. Ja, die zit naast je. Dat is je man, maar dat is helemaal geen kok. Je bent helemaal geen kok, hoor ik. Dag Frank. Hey, hallo. Hi. Nee, ik ben geen kok. Nee. Maar om een goede soep te maken, hoef je geen kok te zijn. Is dat zo? Dat blijkt toch? Dat blijkt dan wel. Is het zo makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Nee, je moet er heel goed over nadenken en heel veel liefde in stoppen. Yeah, yeah. En dat is het moeilijke van soep maken. En mosterd. Goede soep maken. En mosterd. Ja, uiteraard. Ja. En wat is nou het speciale wat jij erin doet? Waardoor het nou zo extra lekker is? Liefde. Liefde? Ja? Is die een beetje lief? Ontzettend. Ja? Ja, zeker. Ja. Hey, proef maar, dan proef ja, ik zelf ook. Ja, ik wil het proeven, ja. Want dit is een jaarlijkse verkiezing hier in de stad. Ja. Waarin elk jaar weer een andere mosterdsoepje het soepje van het jaar is. Ja. Nu dus jouw soepje. Nu ons soepje. Nou, daar komt hij aan, hè? Weer. Jullie soepje. Weer. Oh. Hoe lang staat hij al? Hoe lang staat hij al? Niet lang. Ik wel Vlaam. Ach, jeetje. Ik blijf nog even zitten, hoor. Dankjewel, lieverd. Lekker. Hij is heerlijk. Spektakel en toestanden en dus sensatie. Hoe is het mogelijk? Daar staan ze dan. In het oranje. Emily 41 jaar en naast haar Martijn 36 jaar. Allebei moeder, vader. Druk de hele week. Hun tegenstanders zijn. Anouk uit Pannerden. En Sander Sandy ook uit Pannerden. Hij is nog vrijgezel, heeft wel twee bonusdochters. En zij is onderwijs in groep 3. Wat wordt het? Oh, ik begin voordat het over trainen gaat. Eerst even met jullie fysieke toestand. Want jullie hebben allebei de EHBO gezien vandaag, of niet? Oh, dat heb je goed gezien. Ja, vertel eens even. Oh, ik heb niks bijzonders, het was maar een klein wondje. Oké, maar je bent wel oké. Je kan de strijd aangaan. Ik ga ervoor. En jij? Ja, ik had met het opbouwen van het decor een klein ongelukje. Ik ging ergens opstaan wat niet kon en ik donderde 1,5 meter naar beneden. Dus met mijn hand langs een paar schroeven. Maar we gaan er gewoon voor. Ja. Goed. Nou, weet je, ik heb op de adrenaline gaan jullie misschien wel halen. Maar ja, Pannerden is ook nog. Ja, inderdaad. Anouk, de tegenstander is gehavend. Wij niet. Nee. Wij gaan helemaal voor. Ja? Jazeker. Geeft dit je nou extra moed of is die strijd niet zo aanwezig? Nee. Ik vind het wel een beetje spannend, maar we gaan ervoor, hè? Santi? Ja. Ah, Santi, heel goed. Santi, heb je geoefend thuis? Nee, niet echt. Nee? Heb je nog niet zo'n ding in de achtertuin staan? Nee, daar is geen plek voor. Geen plek voor? Maar ik hoorde net Willy een foutje maken, want ik ben geen vrijgezel meer. Oh, Willy! Is helemaal geen vrijgezel meer? Ik vond het wel een ingewikkeld verhaal. Nee. Twee bonuszonen en vrijgezel.
Bonuszone. Weet je wat, Santi? Dan gaan we goed zitten als we bij jullie in Pannen zijn. Is goed. Ja, dan gaan we dus even herstellen. Geen tijd te verliezen. We gaan eerst eventjes beginnen. De strijd naar de start toe. Ja. Dames eerst, hè? Nee, je moet geen ruzie thuis hebben vanavond natuurlijk. De dames gaan eerst. Het is vandaag Doesburg tegen uit team Pannerden. Zijn jullie er klaar voor? En we gaan met z'n allen aftellen. Is het publiek er klaar voor? Let op. Twee keer de baan over, hè? Heel goed. En dan zien we aan het einde wie er als eerste over de finish is. Dat zijn de heren. In drie, twee, één. Stormbaan, de legendarische Stormbaan. En dan gaan ze allemaal op stuk. Emily in het oranje voor Doesburg. En ik kan deze heuvel van deze kant niet zien. Maar beide komen ze er niet tegenop. Hoe is het mogelijk? Jawel, Anouk wel. Anouk is lerares, onderwijzeres, groep 3 en ligt voor. Pannende ligt voor, maar vlak daar achteraan komt toch Emily. Ja, ja, het stort. Het truitje naar beneden en ze stort naar voren. En daar komt Santi. Santi, interessanti. Die is slim en die is snel. Slim omdat hij niet getrouwd is en de zonen voor het uitzoeken had. Twee bonuszonen, gelijk heeft hij. Het is wel zo, weer de uitploeg wint gisteren ook al. Hoe is dat nog met de thuisploeg? Is de druk te groot? Dat zou zomaar kunnen. Nu de dames nog een keer. En nu zijn ze kapot. Nu is Anouk kapot. Komt ze niet tegenop de eerste keer. En hoe zit het dan met Emily? Emily kan haar inhalen. Als het Emily lukt. Lukt het? Ja, Emily is als eerste over. Het is toch Doesburg die het gaat doen. Maar Emily is moe. Emily is helemaal kapot. En Anouk komt er niet meer tegenop. De onderwijzeres uit groep 3. Martin, je mag haar helpen. Maar dat hoort Martin niet. Heeft ook helemaal geen zin meer. Want hier is... Doesburg gaat keihard winnen. En dat is toch ook wel fijn voor de thuisploeg. Want... met gemak aan deze kant. Hij is over. Doesburg wint. Oh, je mag hier blijven staan. Jeetje. Zo gehavend als het maar kon. Maar jullie hebben het gewoon gehaald. Ja, zeker. Mooi. Ja. Maar het was zwaar, hè? Ja. Ze was bek af. Volgens mij ligt ze bij het begin helemaal uit te puffen nog. Ik dadelijk ook. Hé, hey, maar jullie hebben het gewoon gehaald. Ja. Pannerden die heeft de euro's laten liggen. Dat betekent 100 euro voor jullie erbij. Ja. Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel meer geld te verdelen. Ga naar de rest van het team toe. Ja, en ik sta hier bij de rest van het team. En ik ben heel benieuwd of Lisanne en Sandra al terug zijn van de val. Daar kijk je. Ja, daar komen ze aan. Hey. Dames, kom erbij. Lisanne. Even deze kant op. Ja, jullie hebben net een ongelooflijk spektakel gemist. Ja. Want het was hier, het leek alsof jullie lagen helemaal op verlies. Maar in één keer lukte het om erop te komen. Ja, en win je gewoon deze stormbaan. Lekker man. Lekker hè? Ja. 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 Hoe ging het? Goed. Ja? Ja. Ja. Je ziet er een beetje uit alsof je... Ik moest een zwembroek aan die niet passen. Dus ik was echt bang dat hij ging scheuren. Oh jee. Dan wil ik die foto nog wel eventjes zien. Zullen we eens even kijken? Zwembroek, zwemvliezen, ja? Masker. Alles zullen we, hebben we. Zullen we eens even kijken, Doesburg, naar de aanzichtkaart. Groeten uit. Oh, dit is de laatste foto. Hey! En dat moet natuurlijk... Ja, de aanzichtkaart is compleet. Maar is hij goed, Willy? Ja, hey! Nee! Oh! Geen stadspoort! Stel nou eens dat ik dat goed reken. Geen zwemkleding! Nee, de vier poorten van Doesburg is de Koppoortstraat. Nou, stel dat ik dat goed reken. Geen zwemkleding. Wat zei je? Geen zwemkleding. In de zwemkleding, in de met een zwembroek en flippers en een masker. Beter komen ze niet. Onvoldoende. Onvoldoende. 0 euro. In totaal. Dan ga ik jullie nog matchen met die 2,20 euro van Frank erbij. 2,20 euro? Ja, van de orgel. Van de draaiorgel. Totaal 607,20 euro. Ah, Doesburg. Mooi bedrag. Lisanne, waar ben je? Ik ben hier. Ik ben de checker. Ik ben aan het aanpassen. Want ja. Willy die matsen nog met jouw 2,20 euro. Kom er even bij, Erik. Kom er even bij. We gaan even naar het bord. Kom er even bij, Erik. Kijk eens. Hoeveel was het? 6. Alsjeblieft. Ja, dat hebben we gezien. 600.
€607,20. Kom allemaal even bij het scorebord staan. Dit is voor jullie. Voor de nieuwe huisvesting van jullie gebouw. Ja. En, ja. Mooi, hè? Mag ik een heel groot applaus voor jullie eigen team Doesburg, mensen? Yeah. Morgen zijn we er weer. Lisanne, waar zitten we dan? Dan zitten we in Bemmel. En hopelijk zijn ze daar net zo gezellig en enthousiast als vandaag hier in Doesburg. Dank jullie wel. En tot morgen. Yeah.